Hele goedemorgen, het is vandaag maandag en ik heb me net even klaargemaakt. Mijn make-up ziet er echt heel anders uit dan normaal, want ik wil weer een keer eyeliner uitproberen en dat is helemaal mislukt. Vervolgens kwam ik erachter dat mijn wenkbrauw potlood op was en nu loop ik er zonder wenkbrauw bij. Staat nogal raar en ik ben ook echt totaal niet meer tevreden met mijn concealer, tenminste mijn nieuwe. En ik moet nieuwe poeder halen, dus al bij al. Het is niet echt mijn look, zeg maar. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik wil alleen even mijn outfit voor jullie laten zien. Ik heb een nieuwe trui aan van de Zara. Broek van de Primark. En mijn nieuwe schoenen van Burberry. Gelukkig hebben we een bril voor als je oogmake-up echt niet goed eruit ziet. Helemaal top. Dit ga ik straks allemaal opruimen. Want vandaag ga ik en Nessie lekker thuis eten. Elke keer als het zo warm weer is, zal ik mijn zonnebril nog steeds op gaan stuk. Denk ik dat ik dus geen jas nodig heb. Maar dat heb je zeer zeker wel. Want het lijkt. Het lijkt buiten gewoon veel warmer dan het is. En het koelt meestal ook snel af. Dit is dus een beetje mijn outfit. Deze schoenen zijn trouwens echt fijn. Ik had het echt niet verwacht. Ik ben nu aangekomen bij de Primark. Ik ga daar een wenkbrauwpotlood halen. Ik heb vandaag dus mijn Get Ready With Me online gegooid. Maar ik ben daar dus vergeten te zeggen waar mijn wenkbrauwpotlood vandaan komt. En dat is dus van Primark. En die is echt fucking goed. Hij kost maar 1,50 euro of zo. Echt gewoon cheap, maar ook echt super goed. En ik heb de middelste kleur. Die heet volgens mij gewoon brown of zo. En die ga ik nu halen, want ik moet mijn wenkbrauwen nog doen. En ik ga daar ook gelijk de nepwimpers halen die ik kwijt ben. Want ik weiger gewoon om dure nepwimpers te halen, man. Deze kost ook echt maar 6 euro. En ik doe er daar gewoon hele maand mee. Dus ik vind het prima. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik heb nog steeds niet ontbeten. Het is 2:15. Goed bezig, meer. Ik leef tussendoor echt op deze kauwgom van Bandits. Het is natuurlijk en suikervrij. Echt een andere textuur, zeg maar. Als je hem eruit wil halen uit je mond, dan plakt hij ook heel erg, zeg maar. Het heeft wel een andere textuur, maar goed. Veel beter. Net thuis en ik heb eten meegenomen. En ik ben in principe al misselijk voordat ik hier aan ga beginnen. Want ik had dus een bakje met zoetzure kommers en die is gaan lekker in de auto. En ik krijg de geur nu echt overal. Maar goed, ik ga even lekker eten. Ik heb eitjes, garnalen en groenten. Oké, ik heb echt een fout gemaakt. Ik heb dit dus gehaald bij een Indonesiër. Het zag allemaal heel erg lekker uit. Maar dus de smaak in, dus die ik in Indonesië echt, dus in Bali echt zo vies vind. Ik kan maar niet achterkomen wat het is, maar dit is dus echt totaal niet mijn smaak qua eten. Zo, ik heb gegeten en ik ben echt helemaal misselijk geworden. Ik vond het eigenlijk niet zo heel erg lekker. En ik heb mezelf nu ook voorgenomen even niet in meer Indonesisch te eten, niet meer Japans, Chinees of wat dan ook. Want ik weet en ik proef gewoon dat ze suiker toevoegen aan het eten. En ik vind het persoonlijk echt niet zo lekker. Maar ja, voor de volgende keer beter. Ik heb het tenminste uitgeprobeerd, het zag er lekker uit. Ik wil jullie even laten zien wat ik bij de Primark heb gehaald. Ik ging daarheen voor wenkbrauwpotlood. En ik heb natuurlijk meer gekocht. Even kijken. Dit is dus de wenkbrauwpotlood waar ik het over had. En hij kost 2,50 euro. Het is een dunne potlood. Dus daar moet je op letten, want er zijn dus verschillende. Maar ik heb dus de dunne variant. Kijk, hij ziet er zo uit. En het is de kleur brown. Je hebt aan de ene kant de potlood. En aan de andere kant heb je zo'n borsteltje. Super handig. 2,50 euro. En ik ben er echt tevreden mee. Ik ga zo mijn wenkbrauwen doen en dan zien jullie hoe het eruit ziet. Verder heb ik oogpotlood gekocht bij de Primark. Ik heb deze nog nooit gebruikt. Kost 1,50 euro. Krijg je er 2 met een puntenslijper. Dus ja, ik heb het gewoon gekocht en ik ga het uitproberen. Dino is er ook wel weer, jongens. Ik heb verder de wimpers gekocht waar ik het al een tijdje over had. En ik bedoelde dus deze wimpers. En ik heb 2 verschillende gekocht. Ik heb eentje die heet Paris, dat is deze. En ik heb eentje die heet Dubai en dat is deze. Deze kosten dus 6 euro per stuk. Fucking goed kwaliteit. En die kan je gewoon echt gewoon dagelijks dragen. Geen grap. Ik ga zo denk ik Dubai ook doen. En dan laat ik je dit ook zo zien.
Verder heb ik, want wij gaan binnenkort weer op vakantie. We hebben Valentijnsdag niet gevierd, maar we wouden gewoon nog wel even samen weg. Heb ik een beetje van die sandaaltjes gekocht van de Primark. Dat is deze. En ik heb eigenlijk, ik heb trouwens nog een wenkbrauwpotlood gekocht. Ik koop dit soort dingen altijd heel veel. Omdat het gewoon handig is voor mij. Weet je, voor vakantie vind ik het heel erg fijn. Dan heb ik ook nog een klein hakje. Want ik ben gewoon best wel klein. Dat is voor mij echt super handig. En deze kostte maar 11 euro. Besef het, Zara dezelfde heeft. Tenminste, de vorige collectie hadden ze er ook eentje. Die kost gewoon 50 euro. Dit is gewoon 11 euro. Ik heb trouwens wel maatjes 34 in plaats van 36. Maar boeiend. Dat pas ik wel. En sowieso op vakantie zetten mijn voeten heel erg uit. Dus dan is dat alleen maar beter. Oké, ik dacht misschien is het wel leuk om te filmen. Oh, deze concealer is zo slecht, jongens. Niet normaal. Even kijken. Ik kan het al het eerst even. En dan tekenen. Deze kleur is echt perfect voor mij. Hij doet me eigenlijk een beetje denken aan die van Anastasia Beverly Hills. Letterlijk. Ook die dunne, zeg maar, die dunne potlood ervan. Die vond ik ook echt super goed. Maar echt, deze is echt zo goed. Het enige verschil, moet ik wel eerlijk zeggen. Hij was wel echt binnen een maand op. Zo. Nu ga ik deze wimpers opplakken en dat is Dubai. Ik neem even schoonmaakdoekjes mee naar mijn auto, aangezien het helemaal onder de sap van de zoetzure komkommers zit. Echt goor, man. Bah. Zo, mijn auto is schoongemaakt. Ik ga nu even snel even lekkere geurtje in mijn auto spuiten. Koetje bloem. Ik vind deze echt lekker. Oh, lekker. Oh, ik ben net aangekomen bij het werk van Honey. Ik had jullie nog niet laten zien hoe mijn wimpers eruit zagen. En ik heb gelijk die oogpotlood erop gedaan. En die is echt heel erg heftig. Hij is dus echt super goed eigenlijk. Maar dit zijn dus de nepwimpers. Lijken niet op die van de vorige keer. Ik weet niet, hebben een beetje een andere vorm of zo. In ieder geval. Ik ben nu bij het werk van Honey. Gisteren had ze mij geappt dat ze zich verwaarloosd voelt door mij. Opeens vinden al mijn vriendinnen dat ik ze verwaarloos. Omdat ik gewoon... Ja, ik chill gewoon niet meer zoveel of zo. Ik ben heel vaak met Nessie of thuis. Of ik doe gewoon andere dingen. Ik chill veel minder. Ja, een tijdje geleden was ik echt veel vaker natuurlijk met Honey en zo. En toen had ze mij geëffen van... Ja, meer je verwaarloost mij. Wanneer kom je nou langs? Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker bij haar werk langs. Alleen is ze pas over een half uur vrij. Dus ik moet me nog even vermaken hier. Ik ben weer uitgestapt. Ik ben lekker in de zon gaan staan. Heerlijk. Oh, jongens, kijk wie ik hier heb. Honey is weer back in mijn vlogs. Yes. Wel lekker weer, hè, Hon? Heel mooi. Dankjewel voor het ophalen. Hon is echt blij dat ze vrij is eindelijk. Heb je honger? Ja, man. Ja? Nessie, we komen straks ook thuis. Dus als we alles op tijd doen, is goed. Kunnen we nog lekker samen eten. Dan best met Honey. En wij gaan even eten halen. Zo, mijn haar is eruit, jongen. We gaan even eten halen, want ik red het niet om voor Nessie te koken. Dus ik dacht, ik ga gewoon even heel snel langs de Turk om een lampjes te halen. En dan neem ik hem mee naar huis. En dan kan hij gewoon lekker op tijd eten. Hon heeft me, zoals ik al zei, al 2 weken niet gezien. Wat zei je net? Ik wil dat je het in mijn vlog zegt. Meer, je bent afgevallen. Zie je? Ik wil het horen. Nee, ik ben echt trots op mezelf. Als ik dit hoor, nee, ik ben echt trots op jou. Maakt me echt blij. Ik ben echt trots. Want weet je wat het is? Je bent altijd met de mensen die zeg maar elke dag ziet. Dus die zien dan gewoon niet dat je bent afgevallen. Of zeggen, ja, nou ja, ik zie een beetje aan je gezicht of zo. Dat is omdat ik gewoon zo'n bolle kop heb. Maar ik ben afgevallen. En oh ja, ik verwaarloos Honey niet meer, zeggen ze toch? Hè? Ik heb haar getrakteerd. Ja, ik heb Honey vandaag weer een beetje... Aandacht en liefde gegeven. Ja, aandacht en liefde gegeven. Want ze appte me dat ik haar had verwaarloosd. Dat is helemaal niet waar. Oh, nu even snel naar huis. Ik heb Nessie echt heel erg gemist. We komen waarschijnlijk dezelfde tijdstip aan. Dus ik ben echt blij dat ik toch vooraf eten heb gehad. Ik heb nu voor ons allebei even lam gehaald. En we gaan even lekker samen gezellig eten. Ik heb hem net gebeld. Echt, ik ga mijn make-up echt nooit meer zo doen. Ik vind het echt verschrikkelijk vandaag. Hallo schatjes, hebben jullie honger? Ik ga gelijk eten pakken voor me. Zo, ik heb snel even... mijn pyjama aangedaan. Ik ga nu even lekker kaarsen aan doen voordat Nessie thuis komt. Ik
ga denk ik nog even snel voorbij het eten Ayran maken. Gewoon zo lekker met veel schuim en zo erop. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb er echt heel veel zin in namelijk. Volgens mij is het goed gelukt, maar dat weet ik niet zeker. Zo. Lekker. Wel weinig schuim. Ik had meer verwacht. Dit is mijn eten. Wat heb je? Gewoon vlees met salades. Dat is de Adana. En dit is Nessim's eten. Lekker hoor. Ja, dat is Adana volgens mij. Oh, lekker knuffelen. Lekker knuffelen. Je stinkt. Ze hebben natte voeten gehad. En dan kunnen ze zo erg vies uit de mond. You fat cat, you smell like shit. Ze is zo lekker dik. Je ruikt naar poep. Oh, nee. Ze ruikt poep. Naar... Nee, ze... Gezicht. Nee. Het zag er zo zielig uit. Poep. Nee. Nee. Niet meer doen, niet meer doen. Het is zo zielig. Ik ben nu de podcast aan het kijken van Nessim. En hij heeft als gast Nino. En zo grappig, want vroeger was ik echt fan van hem. LSD, yep! LSD, yep!